Nou, je hebt gewoon geen rust meer. Het houdt je dag en nacht bezig. Zo iemand als Anjeta van Abba, hè? Die heeft 7 jaar lang geen leven gehad. En uiteindelijk is ze met haar stalker getrouwd. Maar dat vertik ik. Maar ook omdat het er 2 zijn, hoor. Ja, en ik ben geen idool. Ik bedoel, laat me meer rust. Ik heb je niet om gevraagd. Elke dag die God geeft, staan die 2 giezels daar weer. Het is puur gangstalking. Ze wisselen elkaar niet af? Nee, ze komen altijd met z'n tweeën. Het is niet iets wat u zich inbeeldt? Nee, natuurlijk niet. Ik ben niet gek. En dit gaat al jaren zo door, hè. Je slaapt slecht. Ze gooien kiezelsteentjes tegen het raam. En ze volgen mij overal waar ik ga. Als ik met vakantie ga, dan staan zij de volgende dag voor het hotel. Je wordt er gewoon paranoia van. Je gaat eraan onderdoor. Kijk. Kijk, en dan zou je dit nog kunnen negeren, hè? Dan blijven ze op afstand. Maar op een gegeven moment, dan verwacht je ze achter elke boom. Get alive! Ja, en dan zingen ze dus niet eens zelf, hè? Hi. Anderhalf ons gerouwd ontbijt. Spek alsjeblieft. Let er maar niet op hoor, meneer. Ik weet niet hoe ik dit ooit te boven kom. Stalking op zich is al geen pretje, maar dit is dodend. Dit is modern stalking.